22 februari. 22. Yay. En nu? Tjoe jongens en meisjes, tot jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 22 februari. Omgedraaid 2022. What the fuck? Bro? What is going on with my head, bro? Ja, nice datum. Ik ben zo wat met je z'n man toekomen en ik kwam dat tegen. Daarom doe ik wat overdreven toe. En ja, altijd. Ja. Maar ja, wat nog nicer zal zijn. Tweeëntwintig. Met het uur. En daar ben ik eigenlijk op aan het wachten. 22, snap je? Dus 22 seconden. De 10 uur, 22ste minuut, 22ste second. Want 10 uur, s'avonds, is 22 uur, als ik juist ben, ja. Een paar seconden is het zover. Wauw! De wereld vergaat. Stel je voor. Echt erg zijn, want dan zijn we binnen een paar minuten dood en dan staat deze vlog niet online. Nice. Ik ben echt op het wachten. Maar jongens en meisjes, ondertussen heb ik al van de week heb ik dat gezegd dat ik mijn kabel van onder mijn bed ging halen. Want ik ga die wisselen met mijn kabel, ga ik ze beet doen. Ik moet de tijd in doorgaan, want dat is bijna. Dat ik een rap voorbij ga en ineens kan dan gedaan. Oei. 20 seconden. Weet dat die juist gaat uitvallen. Daar aan ik aan het typen ben. Yay. En nu? Nee, ik kwam dat tegen van een gast op TikTok. Ik hoor al geluid, hè. Wereld is al... Nee. Dat was niet aan het zeggen van... de wereld gaat vergaan. Maar waarom de fuck is die borstel gevallen? Dat besef ik nu pas. Check deze. Die borstel is gevallen. Ojo. Gebeuren raar niet. Nee. Die overdreven doen. Statief aan het zoeken. Oh, ik val er letterlijk over op mijn statief. Nice. Flits. Want als ik mijn statief hier zet, valt mijn camera naar voren. Maar wat ik dus ga doen is, omdat ik van achter daar een bloksysteem zoals dit heb staan, maar dan van dubbel zoveel, ga ik dat wisselen omdat ik daar maar 10 prizen gebruik. Voor mijn tv, voor mijn radio en voor mijn casting systeem. Dat kan koppelen met mijn gezin. Dus ja, dat is handig dat ik op juiste plekken dingen heb liggen. Gewoon dat ik over het laatste ene moest afgeven. Omdat die batterijen het wel had beneden. Ah, dat is al even geleden, alsof de kerstmis geleden. Ik heb al 2 maanden geen elektriek in mijn studio. Vandaag, de speciale dag, gaat dat veranderen. Ah, jongen.
Oh, jongen. Ik kan niet pissen nu. Twee prizen niet. Nice, hè? Doe dat weer. Ah, lee, maat. Dank met mijn kop op tegen het plafond. Als ik gewoon nu zo insteek. De fuck gaat dat niet? God, de fuck gaat dat niet en dat dan wel? Waar is dat anders dan dit? Nee, dat hou ik niet. Oh, fuck you, zo. Kop aan te krijgen, man, dit. Letterlijk, oh, is mijn camera niet. Oh nee, boy. Huh? Waar dan de fuck gaat dat niet? Deze hier, en deze. Ik wil gewoon een prijs steken of ook niet. Dus even van mijn radio. Die staat dus dan. Nee, what the fuck? Waarom lukt dat ineens niet meer? Deze stickerpak ga naar mijn studio. Ik heb geen dingen meer in mijn studio. Normaal moet ik editen in mijn studio. Ik loop daar al een paar dagen achter. Omdat ik veel te veel last heb van mijn rug om hier te kunnen editen. Nu ook. Nu zat ik altijd gebukt als ik recht kom. Oh, mijn rug. Ik heb mijn camera weer niet goed vast. Dat is altijd. Dat ik mijn camera niet goed vast heb. Dus ja, die moet ik van de week hier insteken. Want nu gaat dat niet meer. Maar ik verveel lawaai, dus dat voor nu. En dan kan ik beter dingen. Maar dat moet ik ook nog oplossen, maar daar heb ik ook niet zoveel zin in, want ik krijg dat toch niet in orde. Te veel last van mijn rug. Dus ja, dat ook ineens gedaan. Ach ja. Waarom wil ik niet werken? Oh, het systeem. Waarom niks werken? Waarom moet dat niet meer insteken? Ik heb letterlijk die blok dat ik zes daar heb gelegd uitgetrokken, want dat hebben jullie denk ik wel gezien. En hij zult hij niet meer de andere erin gaan. En heb ik die ook terug geprobeerd, maar gaat niet. Nice. Nice. Dus ja, spijtig. Dan moet ik daar van de week eens oplossen, maar ik heb nog altijd veel last van mijn rug. Al even. Ik kan het zeggen, maar ik weet het niet meer. Ik weet wel dat ik mijn oortjes niet zomaar vrij moet laten liggen. Ik laat deze nieuwe oortjes dat ik nog niet zo lang heb vrij liggen. Omdat ik mijn charging systeem niet bij mij heb. Maar nu wel. Alles valt. Waar blijft nu liggen? Alles. Hoorden jullie dat geluid? Ik stond nergens tegen dat valt. Alles valt hier, bro.
niet goed. Maar ik zie morgen terug. Ik ga de vlog eindigen. Sorry dat het zo kort een vlog weer is. Dat ik weer niks veel heb gedaan. Maar ik kan gewoon geen content niet meer verzinnen, bro. Ja, gewoon. Gewoon. Komt thuis en tijd vliegt voorbij. Ik zal het zo zeggen. Ik zie morgen terug. Morgen woensdag. Ik weet niet wat ik morgen ga doen. Omdat Matthias met de Gier op Leefweek zit. Die zit op de Gier, waar ik vroeger op de Scouts Leefweek is. Dat je een hele week op de Scouts leeft. Maar bij mij is het Scouts, bij hem is het Giro. Op de Giro leeft vanaf na het school. Dan gaat het daar naartoe. Totdat je 's morgens terug op staat school. En dat is 8 dagen, dacht ik dat hem zei. Dus ja, dat is wel lang. En dat betekent dat hij direct van school naar de Giro. De Giro moet rijden, dus ja. Spijtig, maar ja, die zo. Dus ja, ik weet niet wat ik morgen ga doen. Ik besef nu dat ik die prijs ook nog vergeten in te steken ben. Die moest ik nog terug insteken. Dat is de prijs voor mijn lamp. En de prijs voor mijn stickerbak. Die moet ik op het laatste steken, wacht. Als deze nu ook weer niet past, hè? Fuck you dan, zo. Nu weer eens. Godverdomme. Maar het waarom past niks niet meer? Ah, deze past toch wel. En nu moet ik nog... Ja, nu is het allemaal op te laaien. En dan ook nog mijn prijs voor mijn... van mijn lamp insteken, hier weer een lamp staan voor s'nachts te kunnen kijken. In het donker. Het is gewoon dat ik niet naar mijn grote pees moet lopen. Dus ja, nu kan ik het lampje aansteken terug. Voilà. Jullie zien dat een beetje op de camera. Ik ga voorheen tot jullie kijken heb ik dat nog een beetje proberen te doen. Maar ik vrees ervoor. Dat kan ik nu echt niet doen. Want dan maak ik te veel lawaai. Dus ik zie jullie morgen terug. Vind het abonneren. Vind het blauw duimpje mocht doen. Druk ook even op dat beltje naast het abonneren. Op zijn lul te bochten van elke video die ik upload. Zie ik jullie morgen terug. En zie ik zoals altijd. GG. Out.